Mijn naam is Frank Halshoven, ik ben econoom, opgeleid in Amsterdam. Ik heb lang in de journalistiek gewerkt bij Elsevier en de Volkskrant. 6 jaar geleden heb ik de argumentenfabriek opgericht samen met Kees Kraaienveld. En ik schrijf, dat is een hobby van me, ook nog columns voor de Volkskrant. U heeft ook in uw presentatie gegeven aangegeven dat u voor Overijssel nog wel kansen ziet. U heeft wat sterke punten benoemd. Zou u die nog een keer willen opnoemen? Ja, kijk, in Overijssel zullen de komende jaren vooral de dingen gebeuren die elders in de wereld ook gebeuren. Dat geldt voor de publieke sector, maar ook voor de private sector. Het is zwaar weer in de buitenwereld en dat zware weer ga je ook voelen in Overijssel. Maar Overijssel heeft een paar specifieke kenmerken. Er is bijvoorbeeld ten opzichte van de rest van Nederland relatief veel landbouw. Er is relatief veel activiteit in de bouwsector en er is relatief veel maakindustrie. Nou, als je zwaar in de bouwsector zit, dat is eigenlijk slecht nieuws, want daar gaat het heel slecht mee en dat wordt ook niet beter de komende jaren. Maar de landbouw en de industrie die staan er niet zo slecht voor en dat zijn ook sectoren waar veel in wordt geïnnoveerd. Dus dat is, versterkt het innovatieve karakter van een toch al innovatieve Overijssel. Dus dat is gewoon goed nieuws. Wat ook goed nieuws is, gek genoeg, is dat Overijssel ten opzichte van de rest van Nederland relatief weinig hoogopgeleide heeft. En dat is goed nieuws, omdat organisaties waar heel veel hoogopgeleide werken, veel minder innovatief zijn dan organisaties waar relatief weinig hoogopgeleide werken. Als je veel doctoranders bij elkaar in een hok stopt, gaan die vooral met elkaar praten en weinig doen. Dus als je er relatief weinig van hebt binnen een organisatie, dan kunnen de mensen die hoog opgeleid zijn er ook voor zorgen dat de mensen die niet zo hoog opgeleid zijn, arbeidsproductiever worden. Nog één verschil tussen Overijssel en de rest van Nederland is dat de werkloosheid hier relatief hoog is. En ik vind dat jullie bestuurders zich dat aan mogen trekken. Want blijkbaar werkt je arbeidsmarkt hier lokaal niet goed. En daar kan je als overheid echt van alles aan doen. Ja, als je geconfronteerd wordt met een crisissituatie, is het beste wat je als bestuurder kan doen profiteren van een crisis. Een crisis is behalve iets ellendigs ook altijd een prachtig moment om dingen te veranderen die je eigenlijk al langer wilde veranderen, maar niet voor elkaar kreeg omdat de status quo te sterk was. Dus een crisis schept kansen. De kansen die je moet bekijken zijn naar mijn smaak: waar kun je mee ophouden? Ik denk dat de provincie en gemeentes daar een serieuze lijst van moeten maken. Welke dingen kunnen we gewoon risicoloos een streep doorhalen? Dat is één. Het tweede is dat je kan onderzoeken of je beleid niet specifieker kan maken. Een voorbeeld daarvan is het armoedebeleid door gemeenten. De gemeenten geven nu vaak in het armoedebeleid heel vaak categoraal geld voor hun bijstandspopulatie. Je kan kijken of je dat beter kan richten, zodat je publieke euro beter terecht komt. De derde optie is het verhogen van de belastinginkomsten. Nou, dat is wat mij betreft verboden. Dus Overijssel, de provincie en gemeentes verbied ik hierbij om belastingen te verhogen. Want de burgers hebben het de komende jaren al moeilijk genoeg zonder dat de lokale overheid hier dat doet. En de grote koninklijke weg, als het gaat om uitwegen uit de crisis en de druk in de publieke sector, is innovatie. Ik heb net al gezegd dat een kenmerk van de publieke sector is dat er nauwelijks in geïnnoveerd wordt, dat de arbeidsproductiviteit daarin niet stijgt. En de grote uitdaging is de komende jaren om te zorgen dat je meer met minder kan doen, dus met minder budget, meer produceren binnen de publieke sector. Daar zijn allerlei prachtige aanknopingspunten voor. Eentje daarvan komt op alle gemeentes af. Dat is de wet werken naar vermogen. Daarin worden allerlei regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt bij elkaar gevoegd. Dan gaat het om de bijstand, de WAJONG en de sociale werkplaatsen. Daarmee ontstaat eigenlijk één groot reservoir aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Daar gaat een fikse strafkorting overheen vanuit het kabinet. Dus gemeenten krijgen daar minder geld voor. En de kunst is om ervoor te zorgen dat je voor die doelgroep hartstikke goede diensten kan leveren voor minder geld. Nou, dat zou echt een prachtige uitkomst zijn als de lokale overheid dat hier voor elkaar krijgt.